net tot een belangrijke ontdekking gekomen. Wisten jullie, hey luister, wisten jullie dat de naaimachine naait en de niet-machine niet? Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet? Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet? Van je 1, 2, 3, allemaal! Naaimachine naait en de niet-machine niet? Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet? Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet? Van je 1, 2, 3, wat een ontdekking, hè? Dat de naaimachine naaien kan, dat weten we al jaren. Je kunt het beste naaien met een klos of klosje garen. En garen wordt gesponnen van een beest met lange haren. Dat deden ze heel vroeger al bij de Egyptenaren. Ja. La la la, la 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 la, la la la, ja la la la, ja la 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 la. Gezellig, hè? Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet. En dat de naaimachine naait en de niet-machine niet. Dat de naaimachine naait en de niet-machine niet. Van je 1, 2, 3. Een ontdekking, hè? Dat de niet-machine niet er kan, dat vinden we niet raar. Want met een simpel nietje hou je alles bij elkaar. Wanneer een nietje loslaat, ja, dat is dan heel erg naar. Maar dan neem je een nieuw nietje en dan ben je zo weer klaar. Want de naaimachine naait en de niet-machine niet. Ja, naaimachine naait en de niet-machine niet. De naaimachine naait en de niet-machine niet. Van je 1, 2, 3. Fantastisch, hè? Ik kwam er gewoon, ik keek en ik denk, nou kijk nou, het was me niet eens opgevallen in het begin. Ik denk, ze kunnen, die een kan wat die ander kan en die ander kan niet wat die ene kan. En zo zit het eigenlijk, hè. Een naaimachine. Nou ben ik het zelf ook even kwijt, hoor.